Beste kijker, hartelijk welkom bij Klaagmuur TV. Een jaar geleden werden heel gevaarlijke proeven met varianten van het vogelgriepvirus stopgezet. Wetenschappers willen deze proeven nu weer opnemen. Bij deze experimenten hadden onderzoekers in een laboratorium aan het Erasmus Medical Center in Rotterdam delen van de kiem van de Mexicaanse griep met het erfgoed van het vogelgriepvirus gecombineerd en zo een hoogst gevaarlijke verwekker gekweekt. Tot nog toe was het vogelgriepvirus alleen overdraagbaar van dieren op mensen en dit bij zeer intensief contact. Daarom is er nog nooit een epidemie van vogelgriep uitgebroken. Maar met de genetische variant die de wetenschappers hadden ontwikkeld, werden fretten zo vaak met het virus geïnfecteerd tot de verwekker vanzelf in staat was om gezonde dieren in andere kooien te infecteren, en wel alleen via druppelinfectie door de lucht. Volgens experts is dit virus in staat een pandemie met miljoenen doden teweeg te brengen, vanwege deze gerechtvaardige angst dat de verwekker in verkeerde handen zou kunnen komen en daaruit een bioterrorisme zou kunnen ontstaan, werd het experiment voor een jaar in de ijskast gezet. Nu zegt een van de bekendste Amerikaanse immunologen, Anthony Fauci. Dat werd toen allemaal heel erg overroepen. De time-out zou hebben geholpen om iedereen gerust te stellen. Stellen zulke uitspraken ons werkelijk gerust of dringt de vraag zich onvermijdelijk op? Wat zijn de echte bedoelingen hierachter? Eerst worden er gevaarlijke, dodelijke virussen gekweekt en vervolgens kan men de mensheid daartegen vaccineren, zogenaamd tot hun bescherming? Dit was het voor vandaag bij Klaagmuur TV. Hartelijk bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.